Automotive Insiders. Een vraag aan Ronald Posma van Sindesmo. Want er wordt al jaren gesproken over de komst van het mobiliteitsbudget als vervanger van de leaseauto. Gaat dit nu echt gebeuren? Er zijn steeds meer bedrijven die het als een alternatief aanbieden. Vooral voor de arbeidsvoorwaardelijke leaseauto. Er zijn ook steeds meer aanbieders die daarop acteren, zeg maar, die hun diensten daarop aanbieden. Ook aanbieders buiten de leasemarkt om. En er zijn echt wel een aantal grote bedrijven die nu echt de stappen zetten. Dat is dat Atos een request for proposal heeft uitgestuurd naar een aantal partijen. Met de vraag of zij mobiliteitsbudgetten kunnen beheren. En met de intentie om uiteindelijk iedereen in een mobiliteitsbudget te krijgen. Ze hebben iets van 4.500 wat zij noemen professionals, dus helemaal consultants. Daar hebben nu al ongeveer een kleine 1.000 mensen een mobiliteitsbudget. En ongeveer 3.500 mensen hebben nu een leaseauto, een company leaseauto. Ja, en die zullen waarschijnlijk allemaal naar een mobiliteitsbudget gaan. Waarbij Atos waarschijnlijk nog wel gaat faciliteren in private lease en in andere faciliteiten. Maar dit zou wel eens een aardverschuiving teweeg kunnen brengen. Ik denk dat de noodzaak en de snelheid om nieuwe diensten te ontwikkelen gericht op die end-user, die medewerker die vanuit een budget zelf keuzes maakt. Ja, dat gaat ook in een versnelling komen. Want er zijn al andere partijen die daar ook al dienst op aanbieden van buiten de branche. Ja, en als je nou te lang wacht, dan kan je wel als links en rechts ingehaald worden.